En vandaag gaan we Danny's nieuwe auto ophalen. Ga nog je mee, want hey, wij gaan uit in Amsterdam. Ik wil jou hier de hele nacht. Het is gewoon fijn. Het is gewoon fijn. Dit is de B-Station met Jetske Pijn. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag een bakken dag hier in huis. Maar dat maakt niet uit. Het hoort erbij, het hoort erbij. Wat zeg je? Maar het valt mee. Het was gezellig gisteren. Jij hebt natuurlijk een beetje weinig slaap gehad natuurlijk. Dat is het wel. Maar voor de rest. Man is joh, hè. Er stonden net twee mensen in de lift. En Elle die stond om het hoekje. En ze loopt het hoekje om en ze zegt gewoon echt vol in haar gezicht. Woe! Gewoon echt vol, ze schrok vol. En dat vindt ze dan nu heel grappig. Hoe kun je er nou zo om lachen? Geen idee. Maar goed, wij gaan richting Haarlem, want we gaan een broodje halen bij Gamon. Als het goed is, is hij vandaag wel open. Dennert's groene kikker staat nog daar en die komt later. Want Danny heeft een afspraak bij mijn pa en mijn pa doet interieurdesign, zeg maar. En Danny's huis, zoals jullie zagen, is nog heel leeg. Er staat niks, er is niks. Dus mijn pa heeft een heel plan voor hem gemaakt, een hele tekening gemaakt, wat hij ook bij ons heeft gedaan. Voor de inrichting van zijn huis. Dus ik dacht, nou, het is wel leuk om erbij te zijn. En ik moet gaan editen en in huis was het gewoon een beetje druk. Dus ik ga lekker in Haarlem editen. Ben je afgekoeld? Nee. Jezus. Hoe kun je zo stuk gaan? Ze is niet goed, joh. Ze is niet goed. Hij is niet goed, joh. Hij heeft het wel zwaar, hè? Kijk op staan. Kijk. Hi, goedemiddag bij Perla, kantoorinrichting. Ik ga even zitten af de kniek. Ik ga even... Kom maar binnen, we kunnen geholpen worden. Jongens, wat ik dus net ook al zei, mijn pa had ook bij ons heel het huis ingericht eigenlijk. Waardoor wij eigenlijk nu zo'n fantastisch mooi huis hebben. En Danny's huis was grauw en helemaal kaal. Dus, straks zien jullie een mooi plan voor Danny's huis. Wat een plaatje. Hey Dan. Er staan al champagneflessen voor je ingetekend. Ik kan nu echt niet aan champagne drinken alsjeblieft. Dat is het laatste waar ik aan denk. Hoe kun je je zo slecht voelen, maat? Dat vraag ik me zo ook af. Nou, hoe kan jij je zo fit voelen? Ja, dat vraag ik me ook af inderdaad, ja. Misschien... Je hebt te weinig gedronken, denk ik, maat. Ja, klein spelen. Ja, je bent klein spelen, vind. Misschien vanavond nog een keer proberen dan. Ja, succes, maar mij niet bellen. Mij ook niet. Ja, mij niet binnen. Nee, daarom. Ja. Ella komt niet binnen, want het is opeens 21 plus de Jimmy, dus Ja, hij gaat maar uit als deken. Ja. Ik ga echt niet hoor. Nee, ik weet het ook niet. Ik moet even twijfelen. Nou, we zijn weer terug en ik heb tussendoor eventjes mijn video gerenderd. Maar ik had een beetje stress hoor, maar hij komt gewoon online om 6 uur. Kijk eens even hoe lekker! Jongens, eet smakelijk, we hebben weer heerlijk gekookt. Oh, gelijk goed, hè? Oh, man. Hey, we gaan naar Saint-Tropez! Nee, dat is trouwens niet waar. Dat zou wel lekker zijn, trouwens. Potjandori! Nee, we gaan helemaal niet naar Saint-Tropez, we gaan naar Rotterdam. Soort van vergelijkbaar. Maar goed, ik ga richting Rotterdam en Danny woont natuurlijk in Rotterdam, zoals jullie weten. En vandaag gaan we Danny's nieuwe auto ophalen. Jongens, ik snap dat jullie denken van, hè? Weer een auto ophalen? Maar goed, wat ik vorige keer ook al zei, er was gezeik met Danny's kenteken, dus uiteindelijk moest hij, hij moest niks, maar uiteindelijk heeft hij de Lambo's teruggegeven aan het bedrijf waar hij hem eigenlijk zou kopen, zeg maar. Toen heeft hij zijn oude Porsche teruggenomen, want die stond eigenlijk nog gewoon op Danny's naam. En hij wilde gewoon heel graag nog steeds een Lambo, dus hij heeft er nu eentje gevonden en hij is fucking dik. En vandaag gaan we die ophalen en deze staat wel gewoon op kenteken, dus deze blijft wel definitief. En ik weet dat ik vorige keer zei van... Nou, Dan, je hebt nu weer een Lambo. Nu even normaal, nu even geen auto's meer kopen. Maar binnen 2 weken of zo is het toch weer gebeurd. Maar goed, we moeten wel een beetje opschieten. Pas op hoor, hé. Maar goed, ik zei, we moeten wel een beetje opschieten, want we zijn een beetje aan de late kant. Hé, ik heb het al lang niet meer gezegd trouwens. Maar goed, laten we dan wel gewoon nu gaan. Let's go. Wil jij alleen hier zijn of geef je mij de kans? En word je gek van mij of pak je nu mijn hand? Ik wil hier met jou zijn, waarom ben je nou zo bang? Ga nog je mee, want hey, wij gaan uit in Amsterdam. Ik wil jou hier de hele nacht. Zeg maar, ben je morgen vrij? Want jij gaat mee met mij. Ik ken je beter dan je dacht. Doe hoe je drinkt met mij en hoe je naar me kijkt.
Let op, slecht wegdek. Auw joh! Auw joh, hey! Stop! Is inderdaad slecht was inderdaad slecht wegdek. Mijn camera viel gelijk. Oh jongens, ik heb zoveel zin om de muziek te gaan uitbrengen. Dit was ook weer een nummertje die ik samen heb gemaakt met Lassa. En dit is ook echt zo'n lekkere clubbanger. Maar er komt nog genoeg aan jongens, er komt nog genoeg aan. Echt waar. Maar goed, we zijn in Rotterdam. We zitten in de auto en voor ons staat Michael in een, ook in een floors. In een floors? In een floors. Wat is dat nou weer voor iets? In een floors. Oké. Okay. Maar Danny, maatje. Ja, we gaan alweer een auto ophalen. Alweer. Ik heb net een beetje uitgelegd dat vorige keer toen je die Lambaat opgehaald hadden, zeiden we nog. Nou, en nu is het wel eventjes klaar. Nu is het even klaar. Ja, helaas. Een maand later zitten we weer in hetzelfde verhaal. Een maand later is het alweer, of niet? Ja, volgens mij. Ja, het is een maand later. Het is echt serieus, letterlijk een maand later. Tijd gaat hard. Maar goed, ik heb uitgelegd dat er een beetje een probleempje was. Dus uiteindelijk heeft het niks te maken met dat je niet tevreden was. Nee, zeker niet. De auto was perfect. Ja, alleen het was even... Het was denk ik gewoon niet mijn auto. Nee. Alles zat gewoon tegen. Nee, alles zat tegen. Maar goed, we zijn onderweg naar Absolute Motors. En daar heb jij je nieuwe auto gekocht. Yes. En het is een Canon. Is dit denk je een van de dikste Lamborghinis? Denk het wel, ja. In die, zeg maar, als in dat model? Ja, denk het wel. Jij hebt hem nog niet gezien, hè? Ik heb hem nog niet in echt gezien. Maar jongens, we zijn er bijna. En dan ga je het zien. Ik heb wel al een foto gezien, maar in het echt is het natuurlijk compleet anders. Maar jongens, dit wordt heel dik. We zijn er bijna. Zat hij al bij? En dat was een verrassing toch? Nee, want het ging niet helemaal door. Oh. Dus het was allemaal kort dag, dus dat gaan we nog een keer. Douche je handje in de lucht. Dat is van de alcohol hoor. Vanaf lopen donderdag. Maar goed jongens, we zijn er bijna. Nou Den, daar gaan we. Hoe is het met je handje? Beetje verbrak hoor. Daar staat hij jongens. Oh. Je ziet de lampjes al. Goh. Vanaf doen. Moet je even wachten, maar jij hebt altijd zo haast bij dit soort dingen. Ja. Nee, wacht. Oh. Wacht nou Den. Den, neem het even. Zo. Heel dik. Je ziet de kleur alleen nog niet zo goed. Ja, vandaar de rook. Ja. Nou jongens, jullie zien waarschijnlijk nu al wat het is. Een performant, maar het is niet zomaar een performant. Het is echt een hele dikke. Dit is een Novitech, full Novitech, performant. Heel dik. Ander voorkantje. Yes. Alles. Zo. Klopt. Echt dikke. Ja, fucking ziek. Hé, hey, ik moet wel zeggen, ik vind deze wel echt veel harder dan de Evo. Ja, hè? Ja, deze is wel echt ziek. Dan start hem maar. Dit gaat denk ik bijna naar boven. Hij is wel een beetje kippen. God. Wat een kanon. Jezus. Kijk jongens, als je zo buiten staat, zie je de echte goede kleur. Ik denk dat je eigenlijk in het echt moet zien, wil je echt de kleur zien. Maar hij is heel ziek, heel ziek. Nou Den, een paar video's terug. Was ook de eerste video. Ik bedoel, eerst moment in de auto, maar nu weer. What the fuck, jongen. Hij is hard, hè? Hij is dik, hè? Hij is niet normaal. Helemaal echt fucking. Dit helemaal is fucking, fucking ziek. Hij is helemaal af, helemaal klaar, helemaal mooi. Maar Den, gefeliciteerd wederom, maat. Dankjewel, vriend. Heb je weer goed gedaan? Dankjewel, vriend. Nee, deze is wel echt hard. Maar het is ook wel geluk dat je deze hebt gevonden, denk ik toch? Dat je toevallig op je pad kwam. Ja, dat werd ik goed kennen. Ik wist dat die performant had, dus... En hij gebeurde me gelukkig. Ja, heel ziek. Mooi ding. Klinkt die denk je een beetje hetzelfde als je Evo? Of? Nee, hij zit natuurlijk nooit denk ik uit onder. Dus hij moet harder klinken. Ja. Maar het is nog koud, hè, vind. Ja, dat wel. Den, eerste paar kilometertjes. Was fijn. Ja? Geniet, hè? Heerlijk. Jongens, ik heb nog steeds niet ontbeten, dus we gaan maar even naar de Starbucks koffietje halen en kijken of je ook nog eten is van mij, want ik heb trek. Ik sterf. Oh, lekker een broodje kipfilet met een beetje kaas erop. Heerlijk. Kan je nou voorzien? Hè? Huh? Ja, stop met zeiken. Ja, nu ga ik wel even stoppen met zeiken. Ja? Ja. Ik had gewoon heel veel trek. En dan... Is hij lekker? Op een gegeven moment raak... Ja, het is fucking chill. Mag ook, ja. Nee, ik hoef niks. Ja, op een gegeven moment raak ik een beetje in paniek als ik niet kan eten. Ja, heb ik zoveel trek, joh. Ik kan er niet meer nadenken, Den. Danny en ik die verveelden ons. En vraag me niet hoe, maar we zijn beland. Op de golfbaan. Hoe lang heb jij al geen bal meer geslagen? Dit is echt al, denk ik, 3-4 jaar geleden dit. Ja? Echt heel lang geleden. Jij moet ook weer gelijk een handschoentje kopen. Ik kende gelukkig iemand die, die heeft daar dat restaurant daar. Dus dat is hartstikke chill. Dus we hebben zijn tas mogen lenen. En we gaan eventjes wat balletjes slaan. Ik ben benieuwd of ik het ook nog kan. Dus, laten we maar gaan. Ik weet ook niet meer of ik het kan hoor. Ramadan.
Nou, deze was een beetje op de bal. Ja, ik raak hem wel tenminste. Dat scheelt al weer ellende. Oh, huh? Die was best goed. Oh. Nou, het was wel gewoon een goede bal. Je raakt hem wel goed. Ik raak hem wel goed, ja. Wat ga jij dan? Kijk, ik denk nog kan. Zo. Zo, ik sla nu twee ballen en ze waren best wel goed. Dus, één bal geslagen. Houd toch op, man, ik heb al twee ballen geslagen. Fantastische ballen. Ik ben Tiger Woods. Ken je mij? Tiger Woods is de naam. Tiger Vincent. Ja. Oh, Dennert. Oké, let's go. Vindt de bal. Een hele rare afwijking. Wie de bal vindt, maakt kans op een meet and greet met Vincent Visser. Oké, nog één. Ik heb een hele rare afwijking naar rechts, zegt hij. Het is voor jou, Ruben. Onze vriendschap bepaalt hoe goed hij is, hoe ver de bal komt. Let's go. Zo. Nou, Ruben, we zijn goede vrienden, ja, denk ik. Oké. Nu moet ik. Oké, ik ga deze bal. Deze is. Mam, deze voor jou. Voor mama. Oh. Je zat er wel echt druk op, hè, Finn? Zo, die gaat wel heel ver. Heel ver, heel geliefd voor mama. Het is hoog, man. Die dan. Deze voor Willem, die altijd mijn bedje klaarmaakt. Voor Willem? Voor mijn bedje altijd, als ik donderdag op slapen. Oh, pik. Hij maakt je bed nog wel op, hè? Sorry, Willem. En dan geef je zo'n bal. Man. Nou, jongens, dit was een geslaagde actie. Hè? Heerlijk weertje, balletje geslagen. Goed. Dan, we beginnen oud te worden, maat. Oud? Hoezo ja. Oud? Ja. We gaan golfen. Ja, wat heb je vandaag gedaan? Ja, we zijn lekker gaan toeren in het zonnetje en we hebben lekker gegolfd. Ja. Lekker gegolfd met de man. Gaan we naar de business club nu? Nee, het was leuk. Absoluut. Echt lang niet meer geslagen, maar het ging eigenlijk verrassend goed. Dus dat vind ik zeker niet slecht. Misschien zit er een vervolg in. Misschien gaan we een keer een baan lopen. Dat is wel leuk, Dan. We gaan meedoen bij wedstrijden. Pik, kijk. Als het aan mij ligt, dan win ik die. Ik ben Tiger Woods. Dus ja, maar dan gewoon Tiger Woods pakken, maat. Ja, sowieso. We gaan de beste worden. Nou goed, jongens, we stappen weer het kanon in en we gaan richting Kop van Zuid. Maar ik moet zeggen, Dan. Ja. Het rammelt weer een beetje. Heb je honger? Ja. Nou, ik heb niet. Pik, ik heb één klein broodje op. Maar goed, geen honger, maat. Even eten zoeken straks. We hebben eten gevonden, Dan. Yeah. Let's go. Alles moois komt weer het einde. We hebben de lampen opgehaald. Het was hartstikke gezellig. We hebben een lekker balletje geslagen. Een lekker broodje gehaald. Daarom, maar er komt een auto aan achter ons. Dus Dan. Oké, maatje. Pas gezellig. Ik zie jou. Later, vriend. Later. Joejoe. Hou me eens wel kort, hè? Ja. Alleen. Kijk jongens, ik heb een hond op schoot. Ik zit weer in de auto en ik heb net lekker gegeten bij mijn ouders. Omdat mijn opa was zo gezellig met het hondje Floor. Dus dat was helemaal leuk. En ik ben nu weer onderweg naar huis. Ik ben bijna thuis. Want ik werd gebeld en Ruud zei. Want Ruud was ook bij ons eten, maar die was met zijn eigen auto. Die zei van: yo, Vier, waar zit je? Ik zei zo: ja, kom eraan. Ja, schiet even op. Ik zeg: wat dan? Zegt hij: Julian, Joris en Wim en ik gaan de stad in. Ga je mee? En wie gaat er mee? Ja, dat ben ik. We gaan niet echt de stad in, maar we gaan letterlijk de stad in. Alleen, we gaan niet uit of zo. We gaan zeg maar niet naar een café of echt zeg maar naar zo'n cooldown of naar Jimmy of Super of wat zoiets. Maar we gaan gewoon lekker naar het terrasje en we gaan gewoon daar zitten. Gewoon, ergens op het Leidseplein gewoon even lekker biertje doen. Zeg maar niet echt uitgaan, maar ook wel. Ik weet ook niet meer wat ik allemaal aan het zeggen ben, maar het maakt ook eigenlijk allemaal niet uit, want we zijn er bijna. Wat hoor ik nou? Hey, wat zie jij er goed uit? Gaan we een biertje drinken? Oh, nee. Dat zag ik helemaal niet. Hij heeft al bier in zijn handen, joh. Zakaria is al onderweg, hè? Ja, die is op 9 minuten, dus moet opschieten. Het enige wat ik moet doen is even een plasje plegen, heren. Kan je, maar wat is het plan? Moet ik een trui aantrekken omdat we op het terrasje zitten? Altijd een trui aantrekken. Oké, okay, ja, wat zeg jij? Never skip the try. Never skip the trial, yeah? Never skip trial, nee. Nou, oké, top, dan ga ik het even doen. Alcohol is alcohol of niet? Alcohol is alcohol. Waarom ben je nou weer zo gek? Eén bier is geen bier. Ik doe het niet voor het lekker. Nee. Goh. Ik vraag er niet eens om, maat. Ik verlang mezelf. Nou joh, hij had een biertje, hij heeft er zin in. Dat noem ik los band de vriend. Nee. Zo. Nou. Oké. Okay. Dit is bizar. Goedemorgen, 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 sunshine. Ja, goedemorgen. Gisteren zijn we gezellig naar Amsterdam geweest.
En zoals jullie zagen, hebben we lekker biertjes gedronken. Meestal als ik uitga, dan drink ik altijd wodka. Eigenlijk altijd wodka met uitgaan. Maar deze keer was het echt een lekkere bieravond met van die shotjes. Echt zo'n kroegavond. Die biertjes en die shotjes waren allemaal heel leuk gisteren. Maar deze ochtend voel je natuurlijk nog steeds. Dus ik heb een beetje hoofdpijn, een klein beetje brak. Maar het is niet erg, jongens. Het is niet erg. We laten dat niet de dag verpesten. Ik zit nu in de auto en ik wilde even langs het tankstation om een broodje te gaan halen. Maar de broodjeszaak zeg maar binnen het tankstation was dicht. Dus ik heb nu een broodje met ei en bacon. Fucking lekker ook. Echt ook fantastisch. Maar achter mij staat Ruben met zijn eigen auto. Want we gaan richting... Ei, doe ze voor me. Want we gaan richting Bloemendaal. Want het oude team van Ruben die moet voetballen. Of nou, het oude team. Ruben zit er officieel nog wel in volgens mij. Maar mag heel lang niet voetballen vanwege zijn hart ook en zo. Maar we gaan daar gewoon eventjes kijken. Dus ja, we dachten, we gaan erheen. En we zijn met twee auto's, omdat ik waarschijnlijk eerder weg ga. Omdat misschien dat ik nog even langs Danny ga en zo. Dus vandaar dat we met twee auto's zijn. Dat is niet heel efficiënt, maar goed. Ik zit weer in de auto en ik ben net lekker bij de voetbal geweest. Het was wel een leuke wedstrijd, het was niet heel bijzonder. Maar we zaten daar gewoon lekker in het zonnetje. Een paar oude vrienden gezien, dus dat was ook gezellig. En ik ben nu onderweg richting Ella, want die woont hier ook ergens in de buurt. Dus dan gaan we even een drankje doen of zo ergens, ja, gezellig. Is lekker. Je hebt ook bak, hè? Ja. Niks meer naar binnen. Het komt goed. Het komt goed met jou, echt waar. Maar laten we wel weer gaan, want ik ga even door. Want ik ga gezellig uit eten met Ruben en Ole. Oh, lekker. We zijn in de stad. En kijk eens, onze Barcelona-man. Barcelona-man. Ah, jongens. We gaan even lekker eten, jongens. Goedemorgen, 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 sunshine. Maak hem af. Leuk, mannen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie lekker broodje kip, mannen? Mm-hmm. Godzitori. Waar kom jij vandaan? Kom uit Haarlem. Ik ga bij mij geslapen. Kip ook. Lekker, ja. Ja, was wel leuk, ja. Wel genoten. En wat is de kleine spoed? Bijna geslapen. Hey. Wat een binkie, hè. Hey, Niek komt hier zo heen. Ja, dat is lang geleden, hè. Mm-hmm. Maar gaan er mensen mee sporten? Ja. Ga je mee? Ja, hij ook. Oh, maar, mooi. We hebben niet veel tijd, maar eerst padellen. Nee, wij gaan eerst sporten en dan padellen. Dat heb je helemaal niet. Tuurlijk wel. Nee. Gaan om 1 uur padellen. Ik ga niet van plannen, hè? Dit is zo fucking. We gaan toch om 1 uur padellen? Ja, zo voor 2 uur. Ja? Ik kan toch eerst sporten? Hoe laat is het hier dan? Het kwartiertje. Moet ik dan die olie opeens wegdumpen? Maar dan ga ik wel eerst weg met Niek. Ja, dat is goed. Man. Ah, nee, dat is ziek. Hallo? Wil je naar binnen? Oké. Okay. Sloba is fucking goed. Sloba is best nog allemaal. Ja, allemaal. Sloba is fucking goed. Hij speelt heel lekker. Ja, die ik speel geen FIFA. Havert gaat ook nog omhoog. Hoe heb je die gefixt dan? Nee, Havert gaat niet omhoog hoor, ze hebben die verloren. Oh ja. En hij is die vakker gedaald man. Heb je die gekocht? Ja. Uiteindelijk zijn Niek en ik niet meer gaan sporten, omdat het kwam er niet van. Dus we dachten, we gaan even niet sporten. Maar het is nu tijd om te gaan padellen, dus ik ga even andere kleren aan doen. Want hier kan ik natuurlijk niet in padellen. En dan gaan we lekker padellen. Oké, jongens, we gaan dus padellen. En wat vroeg jij je af? Nou, als je bij de padel werkt, heb je dan een padelbaan? Of? ja, ik vind hem leuk. Ja, ik vind hem leuk. Ja, het is super kut. Nou ja, het kan ermee door. Ik vind het wel lachen. Nee. Even kijken hoe het er professioneel uitziet vandaag. Wil iemand met mij mee rijden of geen andere auto? Nee, want ik kan niet terugrijden. Ik ga vanaf daar naar mijn ouders. Lekker weer. Man, ik wil echt net hetzelfde zeggen, Wim. Wat is het een goed weertje vandaag? Heerlijk. Word je er vrolijk van? En jullie weten het, als het lekker weer is, dan hè? Dan ben ik weer vrolijk. Ik ga dus wel weer sporten. Ik heb nog steeds die grapje over die padelbaan. Ik vond hem leuk. Zo jongens, ik hoorde laatst trouwens ook iets heel grappigs. Oh, jullie gaan met de andere auto. Joejoe. Ik hoorde laatst iets heel grappigs. Een vriend van mij die loopt op krukken omdat hij had zijn kruisbanden gescheurd. En hij wilde uitgaan en daar kwam hij binnen omdat hij blijkbaar te dronken was bij een kroegje in Haarlem. En vervolgens gaat hij naar een snackbarretje daar in de buurt. Maar hij loopt dus gewoon op krukken. Dus hij zit daar te eten met zijn broodje en op een gegeven moment komt er een gast aan toen die zegt van... Yo, zijn die krukken van jou? Hij zei zo, ja man, die krukken zijn van mij. En die gast die pakt die broodjes en rent vervolgens weg. Omdat hij weet dat er gewoon niemand achteraan kan komen. Ik vind het een mooi verhaal. Ik vind het een heel mooi verhaal. Daar heb ik 8 keer gelachen over. Die ik blijf er gewoon om stuk gaan. Maar besef dat er gewoon een gast die gewoon naar je toe komt en vraagt van... Yo, zijn deze krukken van jou? Hij zei gewoon heel normaal, ja. En die gast die pakt gewoon die broodjes en die rent weg. En hij weet gewoon, een gast met krukken kan niet achter je aanrennen. Dus hij heeft een gratis broodje. Een beetje asociaal, maar ook grappig. Hey! Oh. Oh!
We spelen met z'n vijven, dus af en toe moet een van ons wisselen. We spelen dan om de 4 games en dan wisselt er iemand. Dus ik ben even wissel. We zijn klaar met padellen en het is nu 2:30 en om 3:00 heb ik een meeting samen met Geert en Nick voor iets heel leuks wat eraan komt zitten komen. Dus ik ga even naar huis, ik ga even snel douchen en dan ga ik richting ergens in Amsterdam. Ik weet nog niet waar het is, maar dan moeten we er snel heen. Nou, wat leuk! We hebben net een meeting gehad. En? Ja, hier staan echt dingen op, jongen. Ja, het is bizar, hè? Het is bizar. Ja, haal onze socials in de gaten, zou ik zeggen. Binnenkort online. Nee, jongens, we hebben een goede meeting gehad. We hebben alles besproken. Ook voor muziek heb ik het heel erg kort. En over een heel leuk iets wat er aankomt binnenkort. Ja, campagne. Gaan wij nu nog eventjes lekker sporten en misschien even de sauna in? Is goed, laten we dat doen. Eén voorwaarde, ik heb Ben nog gevraagd hoe laat ze bij mij thuis is. Oh ja. Ik weet niet hoe laat ze nee, uit is. Nee, dat is goed. Nee, maar dan komt dat zijn nieuwe uit. Dan komt dat helemaal goed. Hey, knapperd. Hey. Ik heb net verteld over onze fantastische meeting dat helemaal goed gaat. We gaan even jouw nieuwe auto bekijken. Oké. Okay. Leuk. Geert heeft een nieuwe auto. En natuurlijk heeft hij gekozen voor het beste merk, BMW. Kijk eens even. Daar gaat hij met zijn BMW'tje. Ah, doe eens even normaal. Doe eens even normaal. Ga zelf een heel lekker auto hier, ba. Moet jij zeggen. Hé, kom je dan naar mij rijden? Tot zo. Ik heb eventjes boven mijn sportkleding gepakt en mijn Hell City pas. En Niek gaat een keertje mee naar Hell City. En dat is de eerste keer dat hij, dat hij daar gaat zien. De sauna en alle lekkere dingen. Maar we gaan snel naar binnen en dan gaan we. Let's go. Let's go. Eerste indruk van deze sportschool. Heel mooi. Mooi, hè? Nou jongens, dit is de eerste keer dat ik rond een uurtje of, weet je, 5:30, 6:00 ben. En bij andere sportscholen is het helemaal fully loaded dan. Want iedereen dan gaat sporten. Maar ja, het is hier alsnog rustig. Dus dat is top. Wat een monster is het ook, hè. Wat een beest. Kijk hem gaan, wat een beest. Kijk dan even. Zo. Ja, hij is echt leeg. Hij is leeg. Hij is leeg. Wat zei je? Ik voel me helemaal fris en fruitig en klaar voor de dag. Terwijl het eigenlijk al avond is, ja. Nee jongens, het is echt zo top. Niek zei het ook al. Lekker sporten even, kort 1/2 uurtje. Daarna het saunaatje in. Oh. Je voelt je dan gewoon weer helemaal herboren gewoon of zo. Wat jij zegt, ik heb er ook energie van. Het is gewoon lekker. Het is gewoon fijn. Het is gewoon fijn. Het is gewoon fijn. Dit is de Base Station met Jetscam pijn. Pijn. En dan nu andere mensen. Memphis, je kent mijn pijn. Memphis de pijn. Ja, Memphis de pijn. Dag. Niek, jongen, die rijdt ook gewoon voor ergens een stoep op. Moet je met mijn auto echt niet proberen. Mijn velgen zijn dan gelijk naar de kloten. Als ik zo'n stoepje oprij, klaar. Oh, jongens, volgens mij ben ik alleen thuis. Want Willem en Ruben die zijn naar een verjaardag van een kennis van hun. Dus ik weet niet of zij nu er nu nog zijn. Maar anders moet ik zelf even gaan koken. Geen zin in. Dus misschien ga ik wel bestellen dan of zo. Even checken. Volk! 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 Nee. Nee, geen volk. Dus dat betekent dat ik of zelf moet gaan koken... Of ik moet wat bestellen. Maar ik vind koken in mijn eentje best wel lastig. Sowieso vind ik koken niet heel leuk en ook een beetje lastig. Maar in mijn eentje vind ik het moeilijk, omdat ja, je hebt altijd te veel. Je hebt gewoon altijd te veel en dan kan je natuurlijk wel voor de volgende dag weer gebruiken. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon lastig. Ik vind het gewoon lastig. Ik ben alvast lekker aan het editen, want morgen vroeg ga ik sporten bij Hidde. En daarna heb ik een meeting / lunch met Floris voor iets heel erg leuks ook, wat we willen gaan doen misschien. En ik dacht, ik ga alvast gewoon even editen. Morgen wordt het lekker weer, dus wil ik lekker buiten zijn. Maar goed, ik ben bijna klaar. En dan ga ik lekker in mijn bedje liggen en ga ik lekker slapen. Maar goed, jongens en meisjes, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dus vond je deze video leuk, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreken jullie vrijdag om 6:00 weer bij een nieuwe video. Later!